Hier zet ik alleen dit geluid aan, dus nu kun je alleen de groene horen. En dan Ja. render ik dat als een MP3-bestand. Hier zo. En dan druk ik op render. Maar dan gaat hij dus hiervan, gaat hij van alleen dit spoor, alleen van het groene spoor, gaat hij dan gaat hij de audio maken, gaat hij het geluid maken. En dat gaan we dan bewerken. Het duurt Oké. alleen een klein beetje lang. En het is ook nog niet af. Maar ik kan het bijvoorbeeld wel laten zien hoe het voor een andere video is gedaan. Dus dit ga ik eventjes weghalen. Laten we bijvoorbeeld naar de laatste Hurdwat aflevering met die boomhut gaan kijken. Kijk, als je dat dan uit laat rekenen, dan krijg je van die MP3-bestanden. Wordt Ja. deze hier, track 0203 en 04. En die kun je ook hier zien als je dit bestand dan opent. Dat je hier ook heb je dus eerst het video's, heb je de overlay-spoor, dan heb je het videospoor en dan krijg je de eerste stem of het eerste geluidspoor en dan het andere geluidspoor. En dan het geluidspoor waar het muziekje in zit van de intro. Ja. En ik zie dat ik een foutje heb gemaakt. Maar maakt niet uit. En dan komen hier nog twee sporen. Nou, wat ik dan doe is nadat ik die heb uitgerekend, krijg ik deze bestanden. En dan ga ik een ander programma gebruiken. Dit is echt. Heel veel YouTubers zouden dit, of meer YouTubers zouden dit moeten doen. Het programma heet Audacity. Ik zal het iets kleiner maken, anders is het een beetje een lomp programma. En in Audacity kun je het geluid bewerken. En wat heel erg chill is, is dat je moet telkens eigenlijk dezelfde stappen doen. Dus stel ik, zit je aan je microfoon of zo? Want ik hoor heel veel klikjes, maar het is best Ja, ik wel. had een Oh, shh, niet zo mobiel op schreeuwen. mijn moeder. Oh, sorry. Ja, dit hoor je best wel goed. Dus dan moet je een beetje proberen het niet te doen. Kijk, Sorry. ik kan het bijvoorbeeld laten zien. Hier heb ik bijvoorbeeld een geluidsspoor. Dat zal ik even importeren. En wat ik dan doe, is je kan bijvoorbeeld ook het ruis eruit halen, maar je wil eigenlijk dat het, ja, dat dit stuk bijvoorbeeld zal best wel hard klinken, maar dit stuk zal weer wat zachter klinken. En je wil eigenlijk dat overal, dat je alle stukken goed kan horen. Ja. Dus dan doe ik meestal een effect en dan zeg ik normaliseren. Een van de effecten die ik graag gebruik. En, oh wacht, je kan volgens mij ook nog een speciale normaliseren doen. Klopt dat? Ik doe het meestal net op een iets andere manier. Die ga ik zo meteen laten zien. Dus daarom weet ik het niet super goed. Wacht, ik zal maar even spieken. Ik gebruik meestal deze instellingen. En ik gebruik een compressor. Dat is het. Dus dan doe ik hier zo, qua effecten doe ik een compressor. En dan bewerk ik dit. En daar is hij Ja. dan even mee bezig. En wat dat doet eigenlijk, is het maakt de harde stukjes maakt hij iets minder hard. En de zachte stukjes maakt hij weer iets harder. En op die manier kun je dus mij heel goed horen. Dus als ik dan een keer bijvoorbeeld wat fluister of wat zachter zeg, dan is het niet gelijk dat je het niet meer hoort, zeg maar. Dus nou ga je zien dat die wat voller gaat. Nu is hij wat voller, zie je. Dus zie je alle stukjes zijn waar gepraat wordt, zijn ongeveer even hard. En dit kun je Ja. dan opslaan. En dan krijg je hier zo. Heb je dan. Ja, dan maakt hij eigenlijk bestanden voor je. En die zet ik er dan in. Dus dat kun je ook zien in dit bestand. Dit is de oorspronkelijke audio, hier die rode. En Ja. dan, als ik hier een beetje naar beneden ga, kun je hier zo zien dat dit is hetzelfde als die rode, die gele. Ja. Alleen hij is wat voller, zie je dat? Ja. Nou, en daardoor kun je het dus beter horen. Bij die groene valt het nog meer op. Bij die groene zit echt hele kleine dingetjes. Maar hier zie je dat het al wat voller is. En dat is een van de dingen die ik doe. En meestal gebruik ik daarvoor. Wacht, ik zal Audacity nog er even bij pakken. Gebruik ik daarvoor dus zo'n opdrachtenreeks. Dus bij mij doet hij dan, doe de compressor en exporteer het. Dat is wat ik nodig heb. En dan kun je zeggen, doe die opdrachtenreeks, kun je die toepassen. Toepassen op bestanden. En dan zeg je van, oké, ik wil deze bestanden. Zo, en dan doet hij het voor alle drie tegelijk. Ja.
En dan zet ik ze daarna, zet ik ze terug, zeg maar. Zet ik ze terug in het videobestand en dan mute. Dus dan, hoe noem je dat? Dan maak ik de oorspronkelijke sporen maak ik stil. En dan zet ik deze erin. Nou, en Ja. dan is dat is dan af. Dus zo is dan het geluid. Dus dat is iets wat ik, als je zelf ook, mensen die kijken en zelf ook een YouTube-channel hebben, dat is een van de tips die ik je wil geven. Zorg dat je het geluid beter maakt, want soms is het best wel lastig om te horen. Oké, maar dit is dan is het echt af en dan ga je naar render en dan zeg je van oké, ik wil bijvoorbeeld in, ik kies meestal deze 720p, die vind ik ook prima, Ja. 1080p, hangt een beetje vanaf en dan druk je op renderen. Nou, dan weet je wat, ik ga heel eventjes hier de bestandnaam aanpassen, anders dan overschrijft hij mijn origineel. En dan gaat hij renderen. Nou, dit duurt meestal, nou, ongeveer even lang als de aflevering, dus dat duurt iets van een half uur of zo. Ja. Dus dan kan ik mijn computer niet gebruiken. Dus dit is iets meest wat ik meestal 's nachts ga doen. Want ja, dat is niet zo handig. Het kost ook heel veel CPU. Dus kan ik dat laten zien? Hallo? Ja, zie je, mijn computer wordt ook heel traag ervan. Nou, ik ga dit even uitzetten. Als het lukt. Nu moet hij niet vastlopen. Ja. Ja, je kan het. Ja, zie je die grote pieken hier zo? Ja, ik heb hem nu dan uitgezet, maar die zat echt een enorm. De computer zat enorm als een piek. Dus dan kun je hem niet meer gebruiken. Oké, maar dan heb je dus die. Dit kan weg. Dan heb je dus dat filmpje. En dan ga je naar YouTube. Ik zal eventjes de pagina erbij pakken die ik daarvoor gebruik. Hier zo, dit is hem. Ja. En dan pak ik. Dit is dan. Hier zo is dan een map met alle filmpjes die ik de laatste tijd gemaakt heb. Nou, die zet je dan, sleep je hem erin. En nou kan het zijn dat dit een beetje een probleem heeft met internet. Maar laat ik het even doen, zo. Nou, dan zie je van, hey, hij is aan het uploaden, prima. En dan kun je hier bijvoorbeeld zeggen van, nou, dit is Hurtworld aflevering 27. Meestal knip ik dat dan dus wat ik te straks heb laten zien. Boomhut bijvoorbeeld, zo. Bam, bam. Mortu speelt zo. En de naam van de serie. Zoiets. Zo, en dan vul ik zo al die veldjes in. En dan, dit doe ik ook meestal s'nachts, want dat duurt ook best wel lang. En dan kun je hier kun je al gelijk aangeven van ik wil hem schedulen. Op weet ik veel, een bepaalde datum en een bepaalde tijd. En dan hier heb ik ook vinkjes dat hij op Google Plus en op Twitter beschrijft en zo. Zeg ik, laat een comment achter of zo. Laat een comment achter. En misschien hashtag Hurtworld, zodat je hem op Twitter goed kan vinden. Klang. Zo, en dan zeg ik publish. Nou, in dit geval zet ik hem even uit, want deze aflevering staat al online. Cancel de upload. Dus ja, dat is zoals. Dan is de video eigenlijk online. En dan moeten we dus de comments gaan doen. Ja. Dat is een beetje duidelijk. Het gaat misschien een beetje Ja. snel, maar. Je klinkt wel heel hard, maar. Ja, ik weet niet wat er aan mijn Ja, mobiel is. De Skype microfoon is kapot. die verandert je instellingen nog wel eens. Dus daar zou het een beetje mee te maken hebben. Hier, ik had nog wel wat dingetjes. Even kijken, mijn setup. Ik zal nog wel wat foto's laten zien van mijn computer en mijn microfoon. Mensen vragen ook wel eens. Ik gebruik een Blue Yeti. Die ziet er zo uit. Dat kan ik alvast wel laten zien. Blue Yeti microfoon. Hier is die. Oh, daar. Zo ziet hij eruit. En die heb ik dan in zo'n. Hier staat hij dan op een voetje, maar ik heb hem in een standaard. Misschien staat het er wel tussen. Nee, het staat, ik zie het even zo snel niet. Maar ik heb hem Ja. dus in zo'n. Weet je wel, zo'n stang die je dan zo kan. Zo'n beetje zoals dit heb ik het eigenlijk. Zo, dat het een beetje goed voor mijn gezicht hangt. En dan heb ik ook een popfilter erbij. Die kun je, ja, zoals dit. Hier. Zo'n schermpje dat die. Dat als ik bijvoorbeeld blaas of dat de P of de bass geluiden, dat die niet heel hard klinken, zeg maar. Dat is een beetje mijn setup. Maar. Ja. Dat wilde ik ook nog aftellen. Dat wilde ik ook meegeven. Wat heb ik? Oké, we hebben de thumbnail bekeken. We hebben audio gedaan. Uploaden hebben we gedaan. Opnemen hebben we gedaan. YouTube zien hebben we ook gedaan. De comments en de social media. Voorbereiding heb ik je laten zien. Even kijken, en je had nog die vraag. En hier. Oh, dit waren nog wel een paar dingen. Mensen vragen van, oh, doe een Q&A.
Er nog een paar dingen, misschien kunnen we die nu al even bespreken. Ik weet niet of je daar nog tijd voor hebt. Vind je het leuk? Ja, kom op. Want mensen vragen aan mij van, waar blijft de Ark? En dat comment hoor ik nou best wel vaak. Dus ik dacht, laten we daar nog heel even kort over hebben. Wat YouTube ook altijd met zijn aanbevelingen. Mijn channel. Tada! Ja, Ark. Ark is typisch echt zo'n geval van wat ik je straks ook vertelde, weet je wel, dat sommige series zijn op een gegeven moment ben je een beetje uitgespeeld. Ja. Dan vind je het niet zo leuk meer, weet je wel. En dat had ik een beetje met Ark. Dus daarom, ik heb je Ark gekeken? Ik heb de van, ken je Gamener? Ja, die ken ik wel. Ja, die, ik heb zijn Ark gekeken, omdat ik toen ik voor het eerst eigenlijk YouTube films ging kijken, zag ik hem op de pagina staan met Ark, dus ging ik Ark kijken bij hem. Oké. Okay. Maar hij was ook heel, hij heeft ook bijna alles al, dus dan is het, ja. Het wordt een beetje meer van hetzelfde, hè? Ja. Ja, dat had ik ook met Ark, dus daarom ben ik ook niet verder gegaan. Maar wat is bijvoorbeeld wel een beetje, ja, tragisch, wat wel dus gebeurt, is dat mensen vragen nog steeds aan mij van, oh, ga je Ark spelen, ga je Ark spelen? Maar dan heb ik, denk ik al wel 20 of 30 keer in de comments gezet van, ja, nee, ik ben uitgespeeld, vind niet zo leuk meer. Dus dan, maar mensen zeggen het nog steeds. En dat is enerzijds wel leuk, want mensen die willen het, dat geeft natuurlijk aan dat, dat kijkers heel graag dat leuk vinden wat je doet. Maar anderzijds denk je ook van, ja, ik heb het nou zo vaak al uitgelegd. Nou, je kan wel ophouden met vragen, want ik ga het niet meer spelen. Snap je? Ja. Dat is een beetje, dat is zoiets. En wat mensen ook vaak vragen is, doe een facecam. Daar heb ik een beetje hetzelfde voor. Ik weet niet hoe jij dat, wat jij ervan vindt. Kijk, jij gaat naar facecam? Ja, op zich, bijvoorbeeld, je hebt horror games. En dan is het wel grappig om te, ja, facecam. Dat is wel leuk, ja. Ja, maar ik heb zelf zoiets van, ik speel geen horror games natuurlijk, maar... Nee, precies. Ik vind dat het, ik ben graag met het spel bezig, weet je wel. Ik vind het belangrijk wat er gebeurt in het spel. Als we op YouTube zijn, dan gaat het om het spelletje en hoe dat gespeeld wordt. En niet om mijn gezicht, denk ik dan. Dus daarom doe ik geen facecam eigenlijk. Ja, voor mij maakt ook wat uit of zo. Ja, en wat ik ook bijvoorbeeld zie, soms hebben van die YouTubers dan, hebben ze wel een facecam, maar dan gebruiken ze heel veel effecten en zo, en van die dingetjes. En dan, dat is op zich wel grappig, alleen, ja, dat past niet zo goed bij mij, vind ik. Snap je? Dat, ik ben meer wat rustiger en gewoon lekker spelen en lekker in-game zijn. Ja. Dus daarom doe ik dat eigenlijk niet. Ja. En, series kiezen, maar dat hebben we het er straks over gehad. Ik had nog wel een vraag aan jou. Waarom heb je eigenlijk, heb je meerdere YouTubers gevraagd? Waarom heb je mij gevraagd? Ik ben wel benieuwd naar. Nou, omdat eigenlijk, jij bent de enige Nederlandse YouTuber waarvan ik vind dat jij ook echt met je spel bezig bent. In plaats van met de kijkers of met special effects, wat je al zei of wat dan ook. Ja, ik vind het daarom ook heel erg leuk om naar te kijken, omdat je constant bezig bent met het spel. In plaats van dat er een tussenstukje komt met bijvoorbeeld de facecam. Ja. Dat je allemaal dingen gaat doen. Daarom had ik jou gekozen. Oh, dat vind ik wel leuk om te horen, ja. Ik ga stiekem een appel te eten, maar ik ga niet zo stiekem. Sorry. ja, wat het is dat... dat is ook best wel lastig voor mij, want... Ik probeer zelf... laat ik het zo zeggen. Als je iets doet op YouTube dat mensen echt leuk vinden... dan heb je natuurlijk... Dan krijg je een paar positieve reacties. Maar als je dan ophoudt met dat te doen... Dan krijg je opeens van iedereen te horen van... Hey, waarom is dit niet? Weet je, hoe gaat... Dus je krijgt vaak veel meer... negatieve reacties dan positieve reacties. Ik krijg best wel veel positieve reacties trouwens. Daar ben ik heel blij mee. Maar het is meer van dat je... alle dingen die je goed doet, zeg maar... ook kleine dingetjes... die krijg je niet zoveel te horen. Weet je wel? Ja, maar ik vind ook... als je naar een YouTube kijkt... vind ik eigenlijk niet... je kiest er zelf om naar te kijken... moet je ook respect hebben voor wat hij doet... of wat hij beslist. Oh ja. Ja. Dat heb je al mooi gezegd. Dat vind ik wel tof van je. Leuk is dat. Ja.
En je wilde nog weten hoe oud ik was. Nou, ik heet natuurlijk Mortu 88 in-game. Dat is niet omdat er al 87 Mortus voor mij waren. Maar ik ben geboren in 1988, dus kun je het gewoon uitrekenen. Ja, of ik ben niet zo rekenhonden, wacht even. Ja? Maar... 28. Ja, nee, ja. Ik word straks 28. Oké. Ja, inderdaad. Dus zo oud ben ik. Dus ik ben al klaar met studeren en ik heb ook een baan. En daarom heb ik ook niet altijd tijd om meer afleveringen te maken. Ja, sowieso. Kijk, weet je, wie heeft wel alle tijd om afleveringen te maken? Ik Ja, heb nu... als je geld volop je geld niet meer kan verdienen, dan is Ja, dat. klopt. Maar ja, ik heb nu 10.000 subs bijna. We zitten nu voorbij de 9.000. Wat echt super vet. Oh, ik kan niet op klikken. Wat echt super vet is. Kijk, het zijn alle namen van alle subscribers. Maar ik zal je niet allemaal in beeld brengen hoor. Maar zoveel geld verdien je daar niet mee hoor. Dat is echt. YouTube moet je echt doen omdat je het leuk vindt. Ik doe het nu 2 jaar. En nou, ik heb toch 2, 3, soms al 4 series of zo tegelijk. Ja. Over die afgelopen 2 jaar. En ja, een filmpje maken kost ongeveer, ja, dat zou ik zeggen, 4 tot 8 uur of zo per filmpje. Dus Ja. reken maar uit. Dat is al iets van 20 uur of zo in de week dat ik ermee bezig ben. En dan ja, stel dat je ook nog bijvoorbeeld naar school moet, of je bent aan het studeren, of je moet naar je werk of zo, of weet ik veel. Je hebt een kind of iets anders. Ja, dan heb je gewoon niet zoveel tijd ervoor. Dus ja. Als ik hier mijn werk van zou kunnen maken ooit, dan zou ik dat echt super leuk vinden. Maar ik denk dat er echt wel 100.000 subscribers of zo voor nodig zijn. Nou, 50.000, zoiets of zo. Ja, Denk precies. wel meer dan dit hoor. Dat duurt nog wel eventjes. Maar wat wel leuk is om te proberen, is om, als ik zeg, als je meer gaat verdienen uit reclameinkomsten op YouTube, dan zou je natuurlijk ook niet stoppen met werken, maar dan minder gaan werken. Dat zou ook Ja, kunnen. Dat zou ook cool zijn. Maar zover zijn we nog niet. Nu gebruik ik eigenlijk het geld van YouTube gebruik ik om de HurtRod server te betalen. Maar bijvoorbeeld, ik had je toch die microfoon laten zien? ja. Nou, zeg maar, die heb ik nog lang niet terugverdiend. Dan weet je een beetje zeg maar waar het over gaat. Dus dat Ja. ja, een beetje ordinair om over geld praten, maar dat wilde ik je even. Dat is misschien ja, toch aardig om daar het even over te hebben. Dan weet je een beetje hoe dat zit. Dus als je zelf bijvoorbeeld een YouTube-channel, ja, je hebt het ook gezien, als je een YouTube-channel begint of andere mensen die kijken, ja, je moet het echt doen omdat je het leuk vindt en ook gewoon omdat je. Je moet het ook voor jezelf doen, snap je? Want als je begint, dan heb je sowieso. Iedereen begint met 0 subscribers. En Ja. dan moet je het wel. Dan moet je gewoon heel erg bedenken dat gewoon aan het begin, dan ben je gewoon heel erg. Ja, dan val je nog niet zo op. Dan krijg je nog niet zoveel views. Maar je moet toch moet je een bepaalde kwaliteit halen en een bepaalde frequentie. Dat je toch elke week, minstens elke week wel een upload doet en zo. Dus dat, ja, daar moet je wel net trek in hebben. Ja. Robbie, had jij nog vragen? Want anders gaan we denk ik wel afronden. Nou, eigenlijk weet ik alles al. Esra, ben je er nog? Esra die is echt net weggegaan. Ah, oké. Okay. Ja, dus gaan we zo doen. Ja, oké, okay, dat snap ik wel. Het is ook al tijd om af te ronden. We zijn ook al echt enorm uitgelopen op wat we gepland hadden. Maar ik vond het super gezellig om het een beetje uit te leggen en te laten zien. En ik hoop dat ook andere mensen dat die wat hebben aan deze video. Want het is ook echt een enorme video geworden natuurlijk. Dat jullie zelf, als je YouTube doet, dat je nog wat tips of zo eruit hebt kunnen halen. Of dat je een beetje een inzicht hebt gekregen in, ja, in wat ik doe. In wat het allemaal, wat het kost en wat het oplevert. Qua energie, want qua geld hoef je het dus niet over te hebben kennelijk. Maar ja, ik vond het leuk. Vond je het ook leuk? Ja, ik vond het zeker leuk. Top man. Nou, geslaagde dag. Anyway, dat gaan we doen voor deze speciale aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je nog vragen hebt of verzoekjes voor mij over wat we vandaag gedaan hebben, dan kun je dat gewoon in de comments achterlaten. En ik zal proberen zo goed mogelijk te reageren. Ik zal het in de gaten houden. Maar dat gaan we doen voor deze aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens! Tot ziens.